Vrijdagavond speelde NEC de thuiswedstrijd tegen Jong AZ en het won met 2-0. En dat was te weinig. Als je kijkt naar het doelsaldo, vond het ook een duidelijk chagrijnige Pepijn Leijners. Pepijn, welk gevoel overheerst nu na afloop? Ja, tevreden met de 3 punten. Niet tevreden met het aantal doelpunten. Je hoopt natuurlijk dat er vandaag al iets gebeurt met Fortuna. Gebeurt niet. Vooral tevreden over de tweede helft. Met qua energie en qua diepgang en qua combinatiespel. Eerste helft begon furieus eigenlijk. NEC, daarna zakte het wat in. Hoe kwam dat volgens jou? Je speelt nu 7 wedstrijden in 21 dagen. Dus dat speelt mee. Dat is geen excuus, maar het speelt wel mee. Dat weet je gewoon. Alleen, je hoopt natuurlijk snel te scoren. Waardoor je iets makkelijker kunt spelen. Waardoor de combinaties wat vloeiender worden. Waardoor iedereen graag de bal wil hebben. En dan zie je ook gewoon dat er veel spanning op staat. En uiteindelijk scoor je en dan wordt alles makkelijker. En dan wordt het spel ook veel beter. Je haalde Langille eruit, zei je net op de persconferentie. Wegens een stijve hamstring. Had je hem sowieso gewisseld? Nee. En het pakt er goed uit met Romani. Ik ben heel blij mee. Ik zit al weken er tegenaan aan het denken. Hij valt in, heeft energie, heeft diepgang. Probeert continu 1-1 op te zoeken. Is gewoon een heel, heel prettige speler om erbij te hebben. Ja, nu positief het seizoen afsluiten en dan kijken waar het schip strandt. En anders is het goed voor het vertrouwen in de eventuele nacompetitie. Ja, precies. Ja. We willen gewoon door, snap je? En, het is niet tegen Jong Ajax. Ja, dat klinkt heel raar, maar daar verlies je punten uit. Maar je hebt eerder gewoon punten verspeeld op het begin. Waardoor je in die situatie zit. Uiteindelijk heeft Fortuna tot nu toe goed gedaan. Maar alles is open.